Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, jong en oud, want deze afleveringen zijn voor iedereen. Welkom bij alweer de derde aflevering van Keuzes in de laatste levensjaren. Wat kan en wat mag? Waarin wij allerlei vragen over die laatste jaren aan de orde stellen en daar hopelijk ook antwoorden op geven. Dit is een initiatief van het Ouderenberaad Zuid-Holland-Noord. Dat zijn een aantal mensen, meestal van boven de 60, die in de gezondheidszorg hebben gewerkt en die nog allerlei vragen kunnen beantwoorden, met name als het gaat over de gezondheidszorg voor ouderen. En dan gaat het nu ook over de vraag, ja, wat als ik kan nog van alles, maar wie beslist er straks over mij als ik dat niet meer kan? Hoe moet ik dat aangeven? Aan wie moet ik dat aangeven? Wat mag ik eisen? Wat mag ik alleen maar vragen? Daar gaat het over in deze 5 afleveringen die wij in de gehele maand op de vrijdagen uitzenden. Wat ook als het leven ondraaglijk wordt. Ook dat komt in 1 van de afleveringen komt dat aan de orde. Het thema van vandaag is vertegenwoordiging en wilsonbekwaamheid. Dat is een nogal beladen thema, zoals de meeste van de thema's die wij aan de orde stellen. Maar willen toch over dit thema ook weer praten. We doen dat met 2 deskundigen, zo mag ik ze zeker wel noemen. In de eerste plaats onze vaste inleider, mag ik haar noemen, Dorothea Touwe. Jij bent docent en onderzoeker medische ethiek en gezondheidsrecht aan het LUMC, moet ik er ook nog bij zeggen. Maartje Klapwijk is onze tweede gast vandaag. Zij is specialist ouderengeneeskunde en ze werkt bij het Huis op de Waard. En dat is een vestiging in Leiden, in de binnenstad van Leiden, van Marente. Jij ook hartelijk welkom. Ja. Als het gaat over het thema wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging, dan is het natuurlijk toch de vraag, wat houdt dat thema in? Dorothea, mag ik jou dat vragen? Dankjewel, Tom. Dank u wel. Wat fijn dat u kijkt en dat u mee wilt luisteren en mee wilt denken en dat u open staat voor deze ingewikkelde onderwerpen. We gaan het vandaag hebben over wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging. En dat is natuurlijk precies die situatie waar uw wilsverklaring, waar we de vorige keer over hadden, op van toepassing is. Die wilsverklaring is een stuk tekst, u weet het nog wel, waarin u kan opschrijven wat u graag zou willen en vooral wat u niet zou willen. Ik wil nog even benadrukken dat het sterke recht wat u heeft om een behandeling te weigeren, dat dat dus ook kan in een wilsverklaring. En dat u wel kan opschrijven wat u allemaal wel zou willen, maar dat dan toch altijd zal moeten worden gekeken in hoeverre dat ook kan. Want u weet, voor een behandeling is een medische indicatie nodig, dus het oordeel van de arts, wat zij denkt dat goede zorg is voor u. Passend bij uw aandoening, bij uw leeftijd, bij uw wensen natuurlijk ook. Maar wel ook in medische zin, welke behandeling zou goed kunnen gaan en welke doet alleen maar schade. Dus in zo'n wilsverklaring schrijft u van alles. En die wilsverklaring is natuurlijk van toepassing op de situatie wanneer u het niet meer zelf kan zeggen. Ik wil dat wel even benadrukken. U kunt van alles opschrijven, maar u hoeft niet bang te zijn dat u daar dan aan gebonden bent wanneer u nog wel zelf deel kan nemen aan het gesprek. Zolang u wilsbekwaam bent, gewoon in het gesprek kan gaan met uw arts, hoeft u zich niet gebonden te voelen aan die wilsverklaring. U kan ook echt van mening veranderen. En u kan dus ook bijvoorbeeld in uw wilsverklaring zeggen, tegen de tijd dat ik dement ben, dan wil ik dat en dat en dat niet meer. Maar dan kan u in de periode dat u niet dement bent, al die dingen misschien nog wel willen. Dat is allemaal mogelijk. Dus die wilsverklaring is pas van toepassing wanneer u wilsonbekwaam bent geworden. Nou, waar moet je dan aan denken bij wilsonbekwaamheid? Want dat is best een complex begrip. Nou, kan u zich voorstellen bijvoorbeeld dat u een verkeersongeluk krijgt en daardoor bewusteloos bent? Of dat u een beroerte heeft gehad en daardoor niet goed uit uw woorden kan komen of niet helder bent? Of dat u dementie krijgt en dat u in die latere fase van de dementie niet meer zo goed snapt wat er allemaal aan de hand is of wat het onderwerp van gesprek is? Dus dat zijn soorten situaties waarin we zouden kunnen spreken over wilsonbekwaamheid. Wie stelt er nou vast of u wilsbekwaam bent of wilsonbekwaam? Dat doet de arts met wie u in gesprek bent in principe zelf. Dus die beoordeelt de wilsbekwaamheid van de patiënt met wie die in gesprek is.
als het heel ingewikkeld is, kan hij er een psychiater bij halen of een psycholoog. En waar gaat het dan een beetje om? Nou, als u bewusteloos bent, kunt u natuurlijk überhaupt geen wil uiten. Dat is duidelijk. Maar het kan ook zijn dat u wel bij bewustzijn bent en toch niet goed snapt wat er aan de hand is. Informatie niet goed kan begrijpen of de gevolgen van uw keuze niet goed kan overzien. En daarbij moeten we vaststellen, en dat is echt een belangrijk punt, dat die wilsbekwaamheid ter zake is. Die gaat over een hele specifieke beslissing. Dus het is niet zo dat iemand een etiket krijgt, die is wilsonbekwaam en nu nemen we alle beslissingen voor haar en wat zij wil doet er niet meer toe. Nee, we zeggen, wilsbekwaamheid is ter zake voor een hele concrete beslissing. Dus het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand heel dement is, maar ondertussen nog wel hele duidelijke voorkeuren heeft voor wat ze wil doen overdag, of welke kleren ze aan wil, of wat ze wil eten, of naast wie ze aan tafel wil zitten. En voor die dingen kan zo iemand natuurlijk zeker wilsbekwaam zijn. Dit is trouwens precies iets wat in het gewone dagelijkse leven ook zo geldt. Ik kan u verzekeren, ik ben uiterst wils onbekwaam als het gaat over mijn belastingaangifte. Geef niks, laat ik door iemand anders doen. Maar zo ziet u, die wilsbekwaamheid is voor een concrete beslissing die voor u ligt. Als u nou wilsonbekwaam bent voor een ingewikkelde beslissing, dan moet er natuurlijk iemand anders namens u nadenken wat goed bij u past, wat goed is voor u en wat u zou willen. En daar gebruiken we de term vertegenwoordiging voor. We hebben daar een wettelijke regeling voor wat te doen als een patiënt wilsonbekwaam is en dus niet zelf toestemming kan geven voor een behandeling. Of die behandeling kan weigeren. Zo'n vertegenwoordiger die moet uw belangen behartigen. Nou, en wat zijn uw belangen? Nou ja, proberen de best mogelijke zorg voor u af te spreken. En daarbij heel erg rekening houden met wat u zelf zou hebben gewild. En hier ziet u dus weer hoe belangrijk het is dat bekend is wat u zelf zou hebben gewild. Want die vertegenwoordiger die moet zich richten op wat de persoon zelf zou hebben gewild. En heeft dan ook weer namens u het recht om behandeling te weigeren. Die zit wel een beetje begrensd in die zin dat we natuurlijk best een hele gevaarlijke beslissing voor onszelf mogen nemen, maar we mogen niet besluiten om iets heel gevaarlijks te gaan doen met onze oma van 80 plus die daar niet zelf over kan beslissen. Dus die vertegenwoordiger moet in het belang van de patiënt beslissen en mag daar niet al te grote risico's nemen. Dus de arts oordeelt mee over of de vertegenwoordiger inderdaad het belang van de patiënt dient. Dus voor jezelf heb je hele sterke rechten om van alles te willen. De vertegenwoordiger moet daar samen uitkomen, samen met de arts. En heeft daarbij dus kennis nodig over wat de patiënt zelf had gewild. En dat is nog wel eens ingewikkeld, wanneer je er niet met elkaar over hebt gesproken. En daar willen we u graag een filmpje van laten zien, van een situatie van een dochter en haar ouders. We waren helemaal nergens op voorbereid toen mijn vader een beroerte kreeg. Ik had er nog nooit echt over nagedacht. Je denkt, pa en ma zijn er nog allebei. Die weten van elkaar wel wat ze willen. Het was een week na de beroerte van mijn vader. Mijn moeder en ik waren steeds om beurten bij hem gebleven in het ziekenhuis. We waren kapot. Het zag er niet goed uit. Hij was niet aanspreekbaar. En het was niet duidelijk of hij hieruit zou komen. En de dokter vroeg ons mee te komen. Gelukkig waren we er alle drie, mijn broer Harry, ma en ik. Uw man heeft een longontsteking, zei de dokter. En hij legde uit dat we nu twee keuzes hadden, behandelen of niet. Als we niet behandelen, dan sterft hij waarschijnlijk snel. En behandelen we wel, dan is nog steeds niet zeker of hij zal herstellen. Nou, we keken naar mijn moeder, maar die raakte helemaal overstuur. Pas weer terug in de kamer bij pa werd ze een beetje rustig. Wij moeten het beslissen,
Dat zei ik en Harry knikte. Ma kon de keuze niet aan, dat was wel duidelijk. Laten we even naar het restaurant gaan. Nou, toen we daar zaten, toen heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt. En ik heb gezegd, ik denk dat we hem moeten laten gaan. Hij komt hier nooit meer goed uit. Nou, ik dacht dat Harry ontplofte. Je gaat pa toch niet doodmaken? Dat riep hij midden in het restaurant. Toen heb ik hem mee naar buiten genomen en daar kwamen al zijn opgekropte emoties eruit. We moeten redden wat er te redden valt. Nee, Harry, heb ik toen gezegd. Ik wil pa ook niet kwijt, maar dat is al gebeurd. En toen ging mijn mobiel. Een verpleegkundige van de afdeling of wilde komen. Pa had een tweede beroerte gehad. En diezelfde nacht is hij overleden. Alsof hij zelf de keus had gemaakt. Dat kan natuurlijk niet, maar het voelde wel zo. Sindsdien weten we het eigenlijk van ma, dat ze dementie heeft. Pa had het tot dan toe een beetje opgevangen en ook een beetje verborgen gehouden. Maar ja, nu werd het wel snel duidelijk. Dus zorg ik nu voor haar. En als er iets gebeurt, dan moeten Harry en ik weten wat zij wil. Daarom ben ik met ma gaan praten over haar toekomst. Al een paar keer, maar ze geeft eigenlijk geen echt antwoord meer. Zegt alleen, niks aan, oud worden. We zijn te laat. De vraag is te moeilijk voor haar geworden. Als puntje bij paaltje komt, zullen Harry en ik er samen uit moeten kunnen komen. En zo'n toestand als in dat ziekenhuis, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Dus we moeten gaan praten. Ik zie Harry niet veel, maar volgende week komt hij een keer eten, eindelijk. Kijken of we eruit komen. Het filmpje waar we net naar keken komt uit 2014 met gegevens uit de periode daarna. En het zou best kunnen zijn dat het een beetje verouderd is, omdat we natuurlijk in de afgelopen anderhalf jaar corona hebben gehad. En in het kader van corona heel veel is gepraat over wat zou je nog willen. Wil je als 80-jarige nog opgenomen worden op de IC? Dus misschien heeft dat wel gestimuleerd dat er veel meer over dit soort dingen is gesproken met elkaar, met familie en naasten of met uw huisarts. Die vertegenwoordiger heeft dus kennis nodig over wat u zou hebben gewild. En daarvoor is wederom die wilsverklaring van groot belang. En het is van belang dat u met diegene die u in de toekomst misschien gaat vertegenwoordigen praat. Zodat die persoon weet wat u belangrijk vindt, wat voor u het leven de moeite waard maakt. Dus we gaan nu even kijken naar wie uw vertegenwoordiger zou kunnen zijn. En daar hebben we een volgorde in en die is netjes gegeven door de wet. De wet die gaat over de verhouding tussen arts en patiënt. Dus daar staat, als iemand zelf niet meer kan beslissen, dan moet er een vertegenwoordiger komen. En wie is dat dan? Nou, ten eerste, als er al eens door de rechter iemand is aangewezen die voor die persoon beslissingen neemt, zoals een curator of een mentor, dan is dat degene die in gesprek gaat met de arts over de medische behandeling. Is zo iemand er niet, dan is de volgende die in aanmerking komt, degene die u zelf heeft aangewezen. U kunt namelijk zelf iemand machtigen om uw vertegenwoordiger te worden. Dit is ook alweer zoiets waarvoor u niet naar de notaris toe hoeft. Dat kunt u gewoon op papier doen, op hetzelfde papier als waar u ook uw wilsverklaring opschrijft. Of misschien in plaats van een wilsverklaring. Als u zegt, ik vind dat zo ingewikkeld, ik wil gewoon dat die ene dochter van mij namens mij de beslissingen neemt. En zij weet wel goed wat ik zou willen of wat er goed is voor mij. Ik heb het volste vertrouwen dat ik bij haar in goede handen ben.
En heeft u nou 5 kinderen en u denkt, ik wil die tweede dochter van mij heel graag die taak geven, dan kunt u dat met haar bespreken en dan kunt u dat op papier zetten. En dan wil ik u graag adviseren dat ook met die andere 4 kinderen te bespreken. Want anders is er een kans dat uw dochter in een nare situatie terechtkomt wanneer de oudste of de jongste roept, maar ik weet het een stuk beter dan jij. Dus u kunt heel veel invloed uitoefenen op wie uw vertegenwoordiger zou zijn. Als u daar duidelijke ideeën over heeft, als u bijvoorbeeld een vriendin wil vragen, of wanneer u geen partner of kinderen heeft en denkt, ik wil heel graag de zoon van mijn beste vriendin vragen, want ik denk dat die dat goed kan, dan kunt u dat zelf regelen. Terwijl u nu nog uw zaakjes goed op orde heeft en wilsbekwaam bent. U schrijft het op, u overlegt het met diegene en u geeft dat ook even door aan uw huisarts, zodat het breed bekend is wie dat zou kunnen zijn. Heeft u dat nou allemaal niet, dan zegt de wet oké, dan hebben we nog steeds een goede procedure. Dan zou uw partner het kunnen doen. Als die dit niet wil of niet kan, dan zou een kind dat kunnen doen, of een ouder als u die nog heeft, of een zus of een broer. En dat is dus een heel stuk vager. Daar moet dan ook gekozen worden wie dat het beste zou kunnen doen. Dus u hoeft het niet te regelen, maar als u denkt, nee, ik heb daar ideeën over, regel het dan zelf. En dan is dat degene die namens u gaat beslissen. Een arts overlegt met die vertegenwoordiger, geeft informatie, praat over wat het beste zou zijn voor de inmiddels wils onbekwame patiënt om als behandeling te krijgen. Die arts doet dat gesprek met de vertegenwoordiger en niet met de hele rest van de familie. Dat betekent niet dat er geen familiegesprek kan plaatsvinden, natuurlijk kan dat wel. Maar in principe formeel spreekt de arts af samen met de vertegenwoordiger en is het de taak van de vertegenwoordiger om de informatie door te spelen aan de rest. Dus die vertegenwoordiger heeft de formele rol. Nou, dit alles bij elkaar benadrukt weer hoe belangrijk het is om na te denken over en te praten over wat u belangrijk vindt. Want alleen dan kan uw vertegenwoordiger zoveel mogelijk beslissen in lijn met wat u zelf zou hebben gewild. Dankjewel Dorothea. Dit was, vond ik, weer heel erg duidelijk. Maar het roept natuurlijk toch ook wel weer vragen op. En daar komen we straks nog wel op. We hebben trouwens ook vragen van ouderen, van kijkers hebben we gekregen. U kunt die ook altijd nog bij ons indienen. En dan moet u naar keuzes@sleutelstad.nl. En als het niet in de uitzending wordt beantwoord, dan krijgt u in ieder geval van ons wel schriftelijk antwoord. Hoeft u niet bezorgd over te zijn. En we zullen uw vragen ook met respect behandelen. Maartje Klapwijk, welkom nogmaals. Jij bent specialist ouderengeneeskunde. Wat is dat een specialisme wat je aan een artsenopleiding kan koppelen? Ja, absoluut. Dat is een van de specialisaties die je kunt kiezen. Mm-hmm. Opleiding echt gericht op complexe zorgvragen, ja, voor mensen in verpleeghuizen, maar ook steeds meer in de eerste lijn. Mm-hmm. En ik ben echt binnen het vak wat meer gespecialiseerd in de zorg rond mensen met dementie. Dus ik werk bij Marent inderdaad in het locatiehuis op de Waard hier in de binnenstad van Leiden. Met name op de afdelingen voor mensen met dementie, die daarvoor zijn opgenomen. En daarnaast doe ik onderzoek bij het LMC, bij UNCZH, universitair netwerk van verpleeghuizen hier in de regio, waarbij ik met name ook richt op onderzoek naar mensen met dementie en ervaringen met kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven. Die combinatie is waar ik me met name mee bezig had. En daar ben je ook aan het promoveren, daar heb ik begrepen. Daar ben ik aan het promoveren, en hoe ver ben je? Is dat een onbescheiden vraag? Hij is nu afgeschreven en hij ligt in de leescommissie, dus dat is een spannend moment. En je kan het op geen enkele manier kan je het meer toeschrijven aan COVID nu. Je moet het daar helemaal gewoon zelf doen. Ja. Als je nu zo hoort, een aantal ethische overwegingen ook, want Dorothea is docent ethiek. Komt ethiek veel voor, dit soort beslissingen waar we over praten, waar zojuist Dorothea over heeft gesproken, kom je dat veel tegen in het Huis op de Waard? Ja, ik denk dat een heel groot deel van mijn vak in de zorg voor mensen met dementie heeft te maken met het thema. Dus je bespreekt heel veel met de bewoner zelf met dementie. Maar een deel gaat niet meer met de bewoner zelf. Dus dan heb je heel veel contact met de vertegenwoordiger van die persoon. Ja, ja. En daarom is dit thema zo belangrijk.
belangrijk. Omdat het hele proces en de keuzes die je maakt als arts voor iemand, in mijn geval dan vaak iemand met dementie, maakt dat je steeds moet afwegen wat er moet gebeuren. En wat de wensen waren en zijn en wat ook de medische mogelijkheden zijn. En daarin heb je ook verschillende keuzes en komen er, als je het dan ethisch noemt, ethische vraagstukken komen vaak om de hoek kijken. Vaak om de hoek. Ja. En wat als er nou in het Huis op de Waard waar jij dan werkt, patiënten zijn, want je moet ze patiënten noemen, denk ik, hè? Patiëntenbewoners. Ja, bewoners, ja. Oké. Goed, nee, maar het is maar natuurlijk met hoe je dat zelf ook altijd gewend bent. Ja. En als er mensen zijn, zal ik dan maar zeggen, want het zijn allemaal mensen, die geen vertegenwoordiging meer hebben in de zin van kinderen niet, vrienden niet, echt alleen. Is er dan ook nog een vorm van vertegenwoordiging door het huis bijvoorbeeld mogelijk? Ja, wat ik vaak merk is dat als mensen zelf nog alles kunnen kiezen en goed de keuzes kunnen overzien, want daar kijk je dan natuurlijk vaak wel naar, dan maken zelf de mensen de keuzes op de andere afdeling. Maar bij mij met dementie is eigenlijk wel altijd de wens dat er een vertegenwoordiger is. En als die er niet is en er is echt helemaal geen contact met niemand, geen familie, geen buren, geen vrienden, dan maken wij vaak als huis de keuze om een mentor, een bewindvoerder aan te vragen. En waar denk je dan aan? Wie zou dat dan moeten zijn? Ja, dat zijn vaak externe partijen en bureaus die daarvoor gevraagd worden en die de rechter toewijzen. Zijn dat commerciële bureaus? Er is ook een stichting, Mentorschap Nederland. En dat zijn vrijwilligers. Okay. Mensen die dus als vrijwilligers mentor zijn voor mensen bijvoorbeeld in de psychiatrie. Mm-hmm. Of mensen met een verstandelijke beperking. Of mensen met dementie. En die krijgen daar ook een training bij. En die krijgen daar begeleiding bij. Dus dat is een mogelijkheid. Het enige is, die persoon komt pas in het spel op het moment dat de patiënt niet meer kan uiten wat hij had gewild. Nee. Dus zo iemand moet het echt puur doen op wat hij ziet en wat hij hoort, maar kan het niet doen op basis van de vroegere beelden. Maar, en dat is maar voor jullie mij monitoren dat natuurlijk wel. Ja, maar voor mij is het wel moeilijk, want ik heb contact op het moment dat iemand opgenomen wordt, in mijn geval. En voor mij is het heel erg ook wel noodzakelijk en heel fijn als je wel met de familie en mensen die op bezoek komen, vrienden, toch wat meer het plaatje kan maken hoe iemand is geweest en wat de wensen waren van iemand. Als iemand dat zelf niet meer helemaal goed kan kenbaar maken. En op wat voor schaal komt het voor dat mensen eigenlijk die omgeving niet meer hebben, die familie niet meer hebben? Een enkeling. Een enkeling. Ja. Want heel vaak is er toch wel een partner of een kind of een buurvrouw, een nicht, een neef. Altijd wel. Vaak wel. Okay. En in enkele gevallen niet, dan vragen we toch extern mentor en bewindvoerder aan. Okay. Ja. Maar zo'n buurvrouw moet formeel gezien wel ook door de rechter als zodanig worden aangesteld. Hè? Ja. Want dat mag dus niet de onbenoemde vrijwilliger. Of de WGBO die zegt van die partner of die kinderen, die kunnen het gewoon zelf op zich nemen. Maar als het de buurvrouw is, dan moet het wel formeel via de rechter gaan. En dat is dan precies ook een reden waarom mijn advies is dat als je zelf in zo'n situatie zit, dat je het beste die buurvrouw alvast kan benoemen. Ja. Met haar overleggen en opschrijven. Want dan hoeft er niet een gang naar de rechter worden gedaan. Want op het moment dat je dat gedaan hebt, heeft dat rechtskracht. Ja, ja. Okay. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk voor de mensen om te weten. Ja. Schrijf het zelf op. Je hoeft dat allemaal niet bij de notaris vast te leggen, heb ik begrepen. Een A4'tje is ook goed, maar vooral zorg ervoor dat dat A4'tje gevonden wordt. Ja, en vaak, regelmatig merk ik, worden ook dat soort dingen aan het huisartsdossier genoteerd. Ja. Dus daar kijk ik ook heel erg naar. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. En inderdaad, wat jij net ook al aangaf, bespreek het met elkaar. Praat erover met elkaar binnen het gezin, binnen de familie. Want het is zo belangrijk. En kan je het ook kwijt aan de maatjes? Aan de maatjes? Aan de maatjes. Aan de maatjes, ja, dat kan ook. Maar ik merk vaak wel dat het echt belangrijk is dat er onderling binnen het gezin en de familie met elkaar over gesproken is wie de vertegenwoordiger moet zijn en dat ze het ook weten van elkaar. En ik merk praktisch, ik doe vaak praktisch, bel ik iemand. Ik kan niet 5 dochters bellen, dus ik bel degene met wie we afgesproken hebben dat ik die bel, die is dan de vertegenwoordiger. Maar het is wel heel belangrijk dat iedereen weet wie de vertegenwoordiger is en dat ze daarin, wat jij net ook al aangaf, op één lijn zit. Of in ieder geval dat er duidelijkheid over is wie het is. En wat zijn nou, want dat is toch ook een vraag waar mensen mee zitten. Wat mag zo'n vertegenwoordiger nou voor mij doen? Wat zijn nou de rechten van die vertegenwoordiger? Mag die
eigenlijk alles, mag hij bijvoorbeeld het huis verkopen? Mag hij, ja, ik noem maar iets. Nou, dat is nou typisch iets wat je wel bij een notaris zou moeten regelen. Okay. Hè? Want deze vertegenwoordiger is echt voor de zorgbeslissingen. Okay. En niet voor de dingen die gaan over je haven en goed. Die kan niet, dus als je iemand wil machtigen om jouw zaken waar te nemen, of je huis te verkopen, of je rekening te beheren, dat moet je wel even regelen bij de notaris. Of je auto naar de garage brengen om te verkopen, dat mag allemaal niet. Nee. Nou, de vertegenwoordiger heeft autoriteit voor voor het gesprek over medische behandeling. Oh, okay. Dat afgerond geheel. Okay. Kijk, als je een curator hebt gekregen door een rechter, dan mag die én de zakelijke dingen én de medische dingen doen. Mm-hmm. Maar een gewone vertegenwoordiger die je zelf hebt benoemd via je wilsverklaring, of diegene die, wanneer je wils onbekwaam bent geworden, gewoon gevraagd wordt wie van u gaat vertegenwoordiger zijn. Dat gaat echt alleen over de zorgbeslissingen. En wat ik daar echt heel erg belangrijk bij vind, dat ik merk dat er wordt gezegd als mensen dementie hebben, ze zijn wils onbekwaam. En dat is niet waar. Je gaf het net ook al aan. Het hangt echt van het onderwerp af. En dat vind ik echt belangrijk om te benadrukken. Omdat ik merk dat bij een aantal beslissingen ik vaak ook prima de bewoner of de patiënt mee kan nemen in het gesprek. En dat verandert ook in de tijd. Dus het hele, bij mij dan de opname op een afdeling, daar verandert vaak als iemand achteruit gaat en de dementie gaat door, wat iemand wel en niet kan beslissen. Maar precies. Ik merk keer op keer weer dat er vaak gedacht wordt, dementie, oh, wils onbekwaam. Maar dat is niet waar. Mensen, je mag nog altijd laten aangeven dat je liever een boterham met ham dan met kaas hebt. Ook dat, maar sommige mensen kunnen een aantal dingen echt nog wel zelf aangeven. Ja. Ook op medisch vlak en op keuzes die gemaakt moeten worden. Okay. En dan geldt dat eerst voor jullie? Ja, nou, ik neem het zeker mee in de keuze die je maakt, waarbij je net ook wat Dorothee aangaf, hè, is er een verschil tussen een behandeling niet willen of een behandeling wel willen. Maar je neemt zeker de wens van de persoon zelf mee, want dat is gewoon heel erg belangrijk. Altijd blijft natuurlijk nog jouw afweging of een bepaalde behandeling die men dan wil, of dat een zinvolle behandeling is. Ja, die zinvolheid en ook de haalbaarheid. Ik heb soms het gevoel, hè, dat er soms hele hoge verwachtingen zijn van bepaalde medische behandelingen. Mm-hmm. Die moet je met elkaar bespreken. Ja. En die moet je keer op keer blijven bespreken. En het is echt een soort proces waar je met elkaar ingaat, waarbij je het in de tijd, de keuzes die je maakt en die je wil maken, veranderen. Wat wij ook nog als vraag wel hebben gekregen, dat is, geeft een arts aan mij aan, wat ook de schaduwkanten van een behandeling zijn? Dat... Ja, want ik denk dat vind ik echt heel erg belangrijk, dat je aangeeft wat het doel van de behandeling is. Ja. Maar inderdaad ook zeker de schaduwkanten, bijwerkingen, de kans dat het wel of niet goed gaat. Ja. En daarvan zie je, zeker bij dementie, dat je die keuzes die je moet maken en moet afwegen, die zijn ook af en toe heel erg ingewikkeld. Maar nou heb je dus een vertegenwoordiger. Ja. En ook geef jij die dilemma's dan ook aan die vertegenwoordiger aan. Ja. En beslist die dan ook gewoon wat uiteindelijk zou moeten gebeuren binnen de keuzes die jij geeft? Ik denk dat je in de praktijk merkt dat de vertegenwoordiger die keuze maakt, maar dat je die wel echt samen maakt, omdat je wel heel erg moet aangeven wat de haalbaarheid, de zinvolheid is. Zeker. En dat je die met elkaar moet afwegen. Ja. Dus in die zin, denk ik, beslist de vertegenwoordiger, maar dat is wel iets wat je als arts samen met elkaar doet. En dat is wat ik net ook al aangaf, wat belangrijk is, dat het een soort... Een wat langer proces is waar je samen in zit, waarbij je steeds afstemt, hoe gaat het nu met iemand, wat zijn de keuzes, wat zijn inderdaad wat is de opbrengst van de behandeling, maar ook wat is de keerzijde van de behandeling, en die moet je steeds met elkaar maken. Ja, oké. Ik wil jullie allebei weer, Dorothea, alweer voor de derde keer en jou voor de eerste keer, heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid, niet alleen, maar ook voor de manier waarop jullie dit thema hebben behandeld. Ik wil jullie daar zeer voor bedanken. Ik bedank ook de techniek, Rianne, voor het feit dat ze dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. De volgende uitzending, de vierde uitzending, gaat over grenzen aan de zorg. En die kunt u volgende week vrijdag zien. Ik dank jullie allen zeer.